Ja, mooi. Ik heb heel hard voor gewerkt en het is nu mooi dat ik eindelijk beloond word voor het harde werk. Ja. En ja, het is al iets waar ik altijd naar uitkijk en het is nu eindelijk het moment. Ja, het serieuze werk gaat nu echt beginnen, hè? Ja, het was al een beetje begonnen natuurlijk met mijn debuut tegen Jong Ajax en daarna de wedstrijden. Maar ja, nu krijg ik, ja, nu is het ook echt een waardering van de club naar mij toe. Zo mooi. Wat wil je hier de komende 2,5 jaar gaan bereiken? Nou, natuurlijk vaste basisspeler worden en mezelf doorontwikkelen. En met de club dan naar de Eredivisie, dat zou een mooie stap zijn. Nou, je hebt al even een aantal keren mogen spelen de laatste weken. Dat kwam ook mede door blessures. Nou zijn die jongens weer terug. Dat is voor jou wel jammer, denk ik. Ja, zeker jammer. Maar ja, ik blijf me natuurlijk gewoon ontwikkelen op de training. En hopelijk krijg ik nog wat minuutjes tijdens de wedstrijden, zodat ik me door kan ontwikkelen. En anders gewoon bij jongen door voetballen in de tweede divisie ook een goed niveau.